Welkom bij deze webcolleges over milieuregels onder de Omgevingswet. Mijn naam is Nicole Vikke en ik werk bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken aan de Omgevingswet. Samen met mijn collega Gijs van Luijn gaan we in een reeks van negen webcolleges in op de milieuregels onder de Omgevingswet en wat dat betekent voor de praktijk van de strafrechtelijke handhaving. Daarbij gaan we in op de volgende negen onderwerpen. Allereerst de stelselherziening van het omgevingsrecht. Wat houdt dat in en welke wetten gaan op onder de omgevingswet? Vervolgens zoomen we in op de vier AMVB's van de omgevingswet. Daarna gaan we specifiek in op één van die vier AMVB's, de milieubelastende activiteiten in het besluit Activiteiten-leefomgeving, het BAL ook wel genoemd. We zoomen in het volgende webcollege dan in op de vergunningplicht voor de milieubelastende activiteiten in het Bal. Daarna gaan we in op hoofdstuk 2 van het Bal. Vervolgens gaan we ook in op de decentrale milieuregels die kunnen worden gesteld door gemeenten, provincies en waterschappen. Daarna gaan we specifiek nog in op het overgangsrecht voor milieubelastende activiteiten. En wat dat betekent voor de strafrechtelijke handhaving. Ook de specifieke zorgplicht voor de milieubelastende activiteiten komt aan bod. En we sluiten af met enkele specifieke strafrechtelijke onderwerpen voor het milieu in de Omgevingswet. Veel plezier bij het kijken.